waarbij bij DVS uh, al een paar weken rekening mee gehouden werd, uh, is nu dan uh, toch uh, gebeurd. Officieel kampioen uh, C1, ofwel jongens uh, onder de 15. Roel Oosterhof, Stefan de Geijter, van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, ja dankjewel. dankjewel. Ja. Oké, okay. uh, een, een veel bewogen seizoen, uh, Stefan. Ja, zeker weten. Uh, begin van het seizoen uh, um, ja, wel punten laten liggen in de één maand. En uh, eigenlijk uh, na VVOG uh, thuis uh, dat we... Uh, Na nou ja, uit eigenlijk 2-1 verloren, hebben we daarna uh, niks meer verloren en hebben we een reeks van uh, 14 uh, ongeslagen wedstrijden gespeeld. Kijk eens aan, kijk eens aan. En een doelsaldo van hier tot uh, Tokio, uh, Roel. Hè? Ja, 86 geloof ik, ja, voor ja, en 17 tegen. Dat doen we netjes. Dat is echt geweldig. En jullie, jullie staan bekend om, om voetbal met druk naar voren. Oh, ik heb, ik heb daar echt een, een paar keer van uh, genoten. Mooi om te zien. Ja, kost veel energie, maar uh, als het goed gaat, dan uh, levert het veel kansen en goals op. Dat is mooi. Heerlijk om daaraan te werken, aan zo'n plan, Stefan. Ja, zeker weten. Geweldig. Uh, het is ook echt een teamprestatie wat uh, we dit jaar hebben neergezet. Uh, met, uh, met alle veertien jongens uh, hebben we er hard voor gewerkt om het zo te krijgen. En uh, ja, dat het dan zo wordt beloond, dat is uh, ja, het mooiste wat er is. We hebben de jongens ook zeker uh, heel erg verdiend en uh, hard voor gewerkt. Fantastisch, fantastisch. Nogmaals, uh, hartstikke gefeliciteerd. Volgend jaar vierde divisie. Ja, ik hoop het. Het is nog niet zeker, maar uh, gaan we voor. Oké, okay, top. Nogmaals, bedankt. Voor de camera. Wie hebben we voor de camera vanavond? Melle van Scherpenze. En hoe lang uh, voel je al bij DVS? Uh, nu drie jaar. Ik kom van zwart-wit vandaan. Oké. Okay. En uh, wie hebben we daarnaast? Uh, nou, ik ben uh, Lennart Smeders, de hoofdtrainer van de JO 171. En uh, waarom staan we hier? Ja, we staan hier omdat de zaterdag toch ook nog iets goed gegaan is. Want uh, wat is er gebeurd in Putten? Ja, we zijn kampioen geworden. Maar we hebben wel 1-1 gespeeld, maar we zijn kampioen. Dus, uh... En hoe hebben jullie dat gevierd? We hebben daar gevierd en we zijn daar met z'n allen op de foto geweest. En daarna zijn we met Car uh, door Putten gegaan en uh, door Ermelo. En daarna naar DVS. Ben je trots op je ploeg? Ja, ik ben ongelooflijk trots. Als je ziet uh, hoe we begonnen zijn dit jaar, en dat het toch uh, ja, een beetje was: vraag van nou wat gaan we ermee doen en gaan we bovenin meedraaien, of wordt het toch lastig? En als je ziet waar we uiteindelijk terecht zijn gekomen, hoe we als team gegroeid zijn, ja, dan denk ik dat wij uh, dik en dik verdiend kampioen geworden zijn. Kun je ons nog door, de, door het seizoen heen loodsen? Weet je, de wedstrijden zitten nog allemaal op Netflix? Of, uh... Nou, het was wel zwaar, maar we begonnen als team en we eindigen ook als team. Dus zo zijn we door elke wedstrijd doorgekomen. Door alles gewonnen of uh, nog wel wat puntjes laten liggen? Uh... We hebben nog wel wat puntjes laten liggen, ja. ja. En waar? Uh, in Bergem uit, we hebben daar 2-0 verloren. Maar thuis hadden we 3-0 gewonnen, dus dat hebben we weer goed gezet. Uh, we hebben hier tegen Lelystad 1-1 gespeeld en tegen Putten 1-1. Het is toch wel een bijzonder goed lijstje, 20 uh, gewonnen, 3 gelijk en... Verloren, dat is toch wel een mooi lijstje. Daar ben je trots op de jongens, wat ik net al zei. Ja, zeker. Dat, uh, dat haal je niet zomaar. En het is ook een, uh, een compliment voor de ploeg. Want uh, nou ja, toen ze twee jaar geleden in de CM deze groep speelden, toen zijn ze er net ingebleven. En uiteindelijk uh, hebben ze denk ik toch ook een beetje sportieve revanche voor hunzelf opgenomen. Dat ze hebben laten zien wat allemaal in de mars zit. En welke klasse gaan jullie nu spelen? Vierde divisie, volgens mij, als ik het goed heb. Dat is, uh, dat is heel hoog voor. een... Uh, ja, heel hoog. Voor mij wel, want ik kom bij Zwart-Wit vandaan en daar spelen ze niet, spelen ze niet zo hoog. En uh, hier is het wel uh, leuk om voor te spelen, denk ik. Blijft de ploeg een beetje compleet of uh, krijg je volgens jou jong andere jongens of ga jij door of stop je ermee? Nee, ik ga zelf weg. Ik uh, heb een transfer gemaakt naar een andere club. En uh, qua groep, uh, de ene helft, de spies 8 om 8. Dus 8 jongens gaan door naar de Jo19 en de andere 8 blijven in de Jo17-1 spelen. Wil je zelf nog wat kwijt of uh, mensen bedanken? Uh, nou, ik wil namens de hele staf of het hele team wil ik uh, Lennart wel bedanken, want ik denk dat zonder hun uh, de hele staf na met name Godet, Amos en Jeroen, uh, ik denk dat zonder hun niet was gelukt. Dat zijn mooie woorden, trainer. Ja, absoluut. Het is altijd fijn om een compliment erover te krijgen. En ik denk daarop aansluiten dat we ook zeker de ouders moeten bedanken. Want die hebben op de dag zelf heel veel geregeld. Maar ook het hele jaar door altijd gesteund. Het was altijd positief. Ja, en dat heeft ons ook wel eens in wedstrijden geholpen om het beste resultaat te halen. Mooie woorden. Sluiten we mee af. Jij succes bij, met je carrière bij DVS. En jij uh, elders. Ja. Waar ga je naartoe? Ik ga naar uh, Sparta-Nijkerk. Daar ga ik de JO17-1 doen. Succes daarbij. Ja, dankjewel.